Rijka is vandaag 11 maanden. Ja, ja. Maar in ieder geval een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ik heb telefoon. Mijn lieftallige zwager. Nee, niet Karin. Nee. Nogmaals, blijf met je tengels van andermans spullen af. Laat de boel heel. Zet de boel niet in de fik. Nee. Jeetje, Mina, ik vind het zo erg voor die mensen ook, hè. Dat ze een auto in brand steken of wat dan ook. Vrienden, hele goede middag. Het is vandaag alweer 18 juni en hoera! Rijka is vandaag 11 maanden. Ja, ja. Maar in ieder geval een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ik heb telefoon. Mijn lieftallige zwager. Nee, niet Karin. Nee, het is mijn zwager Adrie. Ja, daar ben ik blij mee. Ja, wat jou, Adrie? Ja hoor. Ja hoor, zegt hij. Maar in ieder geval, Kandalf die zit voor het raam. Eeuwen die zit op de bank. En Rijka is buiten. Nou, dat was me gisteren wel weer wat. Hè? Wat een toestanden. Nogmaals, blijf met je tengels van andermans spullen af. Laat de boel heel. Zet de boel niet in de fik. Nee. Jeetje, Mina, ik vind het zo erg voor die mensen ook, hè. Dat ze een auto in brand steken of wat dan ook. Of, net zoals wat ik ook in het nieuws hoorde. Waar dat was, ik weet het niet meer, maar er was ingebroken terwijl de persoon thuis is. En die wordt even gemolesteerd. Een ouder echtpaar was dat. Dat hoorde ik gisteren in het nieuws. Jongens, waar zijn we mee bezig? In wat voor maatschappij leven we? Toch, Adrie? Ja. Ik vind het vreselijk. Echt waar. Maar ja, ik moet zo meteen Rijka uit gaan laten. En ik snap het nog niet hoor. Ik heb niks gehoord, de buren hebben niks gehoord en toch is het gebeurd. Rara. Maar ja, je hebt de televisie aan, je bent er bezig met andere dingen en je let er niet op. Ja, je hoort wel eens gerommel en gedoe. Ik hoor ook wel eens wat vallen of alsof er iemand schiet. Maar dan ga je ook niet direct naar buiten van, oh, er wordt geschoten. Nee, want ik kan net zo goed wezen dat er iemand een vuurwerk afsteekt. Wat eigenlijk niet mag, maar het wordt wel gedaan. Of een plank van bovenaf naar beneden wordt gegooid. Ja, zulke soort dingen. Maar, ja, ik snap het gewoon allemaal niet. Maar ja, wie ben ik? Ben ik maar een mens, of niet dan? Ja, daarom. Nou ja, maar we hebben alweer dus een brief van de politie in de deur. Ik heb een brievenbus gekregen om te kijken. Die liepen vanochtend alweer rond. De politie hadden het alweer druk. Ik heb ze ook even gesproken door het keukenraam heen. Maar ik weet van niks. Ik heb niks gehoord en niks gezien. Dus ja, ik ben natuurlijk met buiten geweest. Ik heb dat aan het filmen geweest, maar een beetje op afstand. Maar voor de rest niet. Maar oké. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Het is hier al raar vreemd weer. En het is aardig en te kouder geworden dan het gisteren was. En ja, ik moet straks wel mijn vest weer aan en een jas aan. En dat hoefde gisteren allemaal niet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en doe het met lach. Dat doen wij hier aan deze kant ook. Allemaal, stuk voor stuk. Mijn zwager die doet het daar weer in Breda waar die woont. Dus we doen het allemaal. Gewoon blijven lachen, dan voel je jezelf goed, maar je doet het voor een ander. Maak je het ook een pleziertje van. Ja toch? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer. Tot dan, doei! Ja, lieve vrienden, ik had een tijd eventjes niet de camera weer gepakt, maar in ieder geval helemaal vergeten ook door andere dingen. Ik heb telefoontjes gepleegd, eentje kreeg ik niet te pakken, dus dat moet ik weer doen, maar dat morgen weer een nieuwe dag.
Ruud is geweest, die heeft de tuin ook weer even aangehaald. Dus ik heb voor Ruud ook even gebeld en ik heb voor mezelf nog weer een telefoontje gepleegd. En ik hoop dat ik echt een nieuwe deur ga krijgen. Ja, want gisteren ook. Het was weer helemaal hier ook smerig in mijn huis met al die regen. Het spette er gewoon tussendoor. Dat is gewoon niet leuk meer. Nee. En ja, die wordt er ook rillerig van, weet je wel. Maar oké, ik ben ook weer bezig met vlogs. Ik heb de camera leeg gehad op enkel vandaag na. Nou, dat was nog maar één filmpje, want ik had nog maar één keer gefilmd. Dit wordt de tweede. Ja. Dat staat weer bomvol, dus ik heb weer heel wat te doen. Ja. Maar we gaan gewoon prettig door. Ongestoord, niemand die me nodig heeft, hoop ik. Ja, gewoon doorgaan met die banaan. Zometeen ook weer even met Rijka lopen, maar zo laat is het nog niet. Nee, het is 18 minuten over 5. Dus dat heeft nog wel even zijn tijd. Als zo'n beetje 5:45, 6:00, dan ga ik met haar weg. En dan heb ik voor vandaag ook wel weer mooi genoeg gedaan wat dat er gaat. Dan is het bij mij een kwestie voor zo morgen nog een dag. En even een paar in elkaar zetten. En dan heb ik andere week met mijn verjaardag. Ja, ik film wel, maar iets in elkaar zetten kom ik niet aan toe, nee. Maar ik ben blij dat er ingepland is, dat er een wachtrij staat voor YouTube, die het online kan zetten. Makkelijk zat. Dus ja. En voor de rest, het is nou mooi weer. De bewolking die we vanochtend hadden is vertrokken. Er is wel een bewolking, maar een andere bewolkingsoort. Ik weet niet hoe je dat allemaal noemt. Ik ben geen weerdeskundige. Nee, het is bij mij wel bewolkt, maar op een andere manier. Ja, niet van die donkere bewolking en dat het helemaal dicht is. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen. Ga ik ook doen. Ja, ik geniet altijd met hetgene wat ik doe, want het is mijn hobby wat ik doe. Dus ja, dan geniet je. Met je niks mankeert en met je geen bezoek hebt, dat je dan moet stoppen en dat je dan moet onthouden waar je gebleven bent. Ja, soms schrijf ik het ook op hoor, want dan weet ik het, anders ben ik bang dat ik het vergeet. Nou ja, die ga ik jullie laten zien, hè, ja, vanochtend. Dus ja, dat komt ook allemaal goed. Daar weet ik niks van, dus die kind, dat gaat gewoon weg. En daar komt de buurman, die gaat ook naar huis, boodschapjes gedaan. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle namiddag nog. Voor straks smakelijk eten en bon appetit. Ja, laat het jullie smaken. En tot vanavond later. Tot dan. Doei.